Ik ben Leo van Doeselaar en dit jaar ben ik op de kop af 25 jaar organist van het orgel in het Concertgebouw. Om dat jubileum wat kracht bij te zetten, gunnen we iedereen een blik achter de schermen. Nou, nu ben ik mijn orgelschoenen aan het aandoen. Die zijn zeer gevoelig, dat zijn eigenlijk dansschoenen. En die zitten nauw om de voet. Nou ja, dan heb je zeg maar contact alsof je met blote voeten speelt. Als je met een orkest speelt, dan is het hier op dit instrument heel erg moeilijk, eigenlijk onmogelijk, om de dirigent te zien. Je zit toch veel verder weg van de dirigent dan welk ander orkestlid dan ook. En als je iets net niet helemaal goed hebt gehoord, dan is er niet een tweede contrabassist die je even kunt vragen, wat zei die? Nee, hier heb ik een luidspeaker waar ik dan natuurlijk ook kan horen wat de dirigent zegt bij de repetities. Nou, dit is in een mooi kistje mijn monitor, verbonden met de camera die hier achter verborgen zit, zodat ik precies kan zien wat de dirigent allemaal aangeeft. Nou, zit hier een heel mooi plaatje. En als je die weg doet, komt er een heel prozaïs komt het tevoorschijn. En daarmee kan je allerlei cijfercombinaties intoetsen. Komt er hier, komen die registers komen eruit. Iedere combinatie is er weer één. Als de dirigent zegt cijfer C van de partituur. En dan zie ik cijfer C, dat is combinatie 425. Oké, okay, wacht, 425. Boom! Het zijn dus vier klavieren, drie handklavieren en het pedaal, die corresponderen met vier orgels. Je zou kunnen zeggen dat bijvoorbeeld het bovenste klavier, het derde klavier, met die registers één orgel is. En dat geldt ook hiervoor, hiervoor en voor het pedaal. Dus je kan het derde orgel met het tweede, het derde met het eerste, het tweede met het eerste, allemaal met het pedaal en ook echt alles helemaal met elkaar, zodat het volle orgel, zoals dat heet, speelt. Ik wil jullie graag nu meenemen naar binnen. Op deze magische plek, het bordes, heb je het mooiste overzicht van het hele orgel. Althans, het onderste gedeelte, want het gaat ook nog twee verdiepingen hoger. Dit is de eerste verdieping en dat zijn de pijpen die horen bij het onderste klavier. Daarboven het tweede klavier en helemaal boven de pijpen die horen bij het derde klavier. En dit is het allerkleinste pijpje.